Guusje die heeft van de week CITO-toetsen. Ik heb het heel druk deze week. Guusje die wilde heel graag een keer koken. Kijk, hier is de eerste. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is maandagochtend en Floortje die gaat op excursie vandaag naar Blijdorp. Leuk. Naar je familie kijken? Hè? Ja, bij de... Bij de apen? Bij de... Neusapen. Neushoorns. Wel liefje, mag jij je jas even doen? Ik ga naar school. Zet Louis maar even lekker neer. Poep. Vanmiddag kan je weer knuffelen. Junior, jouw jas nog aan doen? Ja, dat kan jij nog doen bij me. Dat kan ik bij jou doen, ja, dat kan ik. Floor, jij bent laat terug. Jij gaat nu even dat briefje leveren. Dus ga op tijd vertrekken. Dan ben ik 35 minuten te vroeg. Ja, maar op tijd gaan, hè? Ja, ik briefje doen. Niet vergeten. Zit in mijn tas, die vergeten. Ja. Niet. Vandaag niet. Dan kan je sowieso nog ook vergeten. Als je niet in je tas kijkt. Ja, jouw jas aan, je tas even pakken. Dan gaan we. Echt handboeien. Kom die jas aan, vriend. Dan gaan we, ja? Op naar school. En dan daarna 2 weken vakantie, junior. Na deze week. Ja. Guusje die heeft van de week CITO-toetsen. Dus dat is ook spannend verhaal. En waar is Guus? Die staat al buiten. Ja, daar naartoe stond ik net zeggen. Kom, jas aan, daar gaan we. Het is maandagmiddag en ik heb het heel druk deze week. En ik heb op het moment een afspraak, over een kwartier een afspraak in Etten-Leur. Daar komt de bouwer, komt eventjes langs. En ze zijn met de vriescel en de koelcel bezig. Dus dat laat ik er eventjes zien zometeen. De camera laten wij hier. Wij gaan zelf, omdat we een hele drukke week hebben en verder van de week geen tijd hebben, gaan wij toch eventjes naar de zwemmen en naar de sauna met z'n tweeën. En daar haal je eten vanavond bij Spa One. En we laten de camera hier, want Guusje die wilde heel graag een keer koken. Ja. Kwam ze zelf mee, ze zei ik wil ook een keer graag koken. Dus wij laten de camera hier. We hebben in ons gezinnetje WhatsApp groep gevraagd, willen jullie filmen? Dus wij weten niet of er gefilmd wordt. Anders maken wij vanavond ook wel een praatje. Ja. De camera ga ik gewoon hier frontaal midden van de keuken wegzetten. En we hebben geld weggelegd voor boodschapjes. Ze wilde iets maken wat ze op TikTok had gezien. Wraps met. Yep. Dus zelf boodschappen doen. Ja, ik vind dat wel leuk. Ze zit in groep 8 natuurlijk. En ja, daar leer je gewoon heel veel van. Ja. Dus wij laten ze daar lekker vrij in. Nauti haalt Madelief en Junior van school met de bakfiets. Nee, Eline zei ja, ik kijk al een beetje mee met Guusje. Ja. Dan kan ik zo helpen. Ja, Eline is in Roosendaal in de IJsselon aan het werk. Merel zit in Amerika. Thuis, net het verkeerde uurtje. Laten we even de snoepschaal zien. En dan kijken we straks ook even wat er nog in ligt. Dingen zijn Blijdorp, maar dat heb ik al verteld. Floor is naar Blijdorp, ja. Oh, daar kunnen we weer straks even aan vragen. Ja, perfect weer voor een dierentuin. Ja, dus wij gaan nu naar Etten-Leur voor de afspraak. Ja, daar komen we helemaal niet uit met op school ophalen. Dus we hebben dan gezegd, doen we het zo. We rijden wij daarna door. En nou pakt ze op. Ja, het was die afspraak die belde. Die afspraak zou half 2 komen. Ja. Dan had het allemaal precies gepast. Ja, maar nu maakt niet. Dus wij gaan. Ik ben er niet geweest terwijl we zelfs bouwen zijn. Heb jij de vriescel nog niet gezien? Nee. Het is groot, jongen. Wow. Kun je dansen? Ja, schaatsen. Dan gooien we helemaal water in. Nee, gaan we niet doen. In de winter. Nee, nu als hij er zo meteen aan staat, de rest nog niet klaar. Een paar emmers water erin en dan nee, gaan we niet doen. Want ik maak de vloer kapot met de schaats. Nee, het kan wel. Ik ben Etten-Leur en de panelenbouwers zijn net weg. En ik ga het even laten zien. Ja, koelcel heb ik al laten zien. En hier stond een vriescelletje. Maar nu is echt heel groot. Sophie die lacht maar uit. Heb je al verkeken? Nee, niet al verkeken. De vriezers zijn altijd te klein. En dit is echt. Nou, netjes houden, hè? Ja, dat lukt maar wel. Ja. Ja, er komen gewoon allemaal rekken in te staan, of niet?
Hier komen de motoren te hangen. Hier komt eigenlijk het rek met ijshouder net draaien. En hier komt nog een ventilator. Die ventilator blaast dan op de ijs en kunnen we gewoon uitzetten. En dan geeft een shock effect. Dan krijg je hier zo gewoon de voorraad gewoon in schappen zo. En hier krijg je in deze hoek, wordt eigenlijk de expeditiehoek. Dat staat dan klaar in containers voor de ijsrons. Waar ze leven op. Zullen we niet zo ingewikkeld. Er komen alle andere vloeren in. Dus dan isolatie en dan komt er nog een vloer over. Ja, daar komt de deur. En hier komt de deur eigenlijk voor. Maar voor de expeditie. Dus hier gaat het ijs dan door de garagedeur. Kijk, de heftruck staat er al. Die moet ik ook nog kopen, een stapelaar. Maar dat is gewoon, dat is niet een heftruck, maar dan kun je gewoon, want hier heb je weer zo'n rijbewijs voor nodig, maar dan kun je gewoon, dat is veel simpeler, dat is gewoon een karretje en dan. Want zo groot is het hier ook niet. En ja, dat moet ook allemaal nog een keer even geopend worden. Er zijn gewoon heel veel bakjes te leven. En dat is heel licht, dat kan allemaal zo naar boven. Maar ik heb die stapelaar nog niet. En of een zo'n pompwagen die we dan ook hebben van boven, voor daar weer de pelletjes te verrijden. Ook nog een pompwagen, kleintje. En die ogen kan ook die jambi in de papa eigenlijk. Sophie die denkt, waar ben je allemaal aan begonnen? Ja, ik zeg maar niet te veel. En voor de verpakking is dit ook ideaal nou. Ja, maar zo'n oven had je helemaal niet nodig gehad. Die gaat daar allemaal los straks. Ja, dat wordt weer het volgende project volgend jaar. Nee, wij zouden geen projecten meer doen. Nee, en nu overzetten daar allemaal los. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Voor de opvolging. Nee, moet je dat dan zelf doen. We zitten daar nog 5 tot 10 jaar zeker. Dus ja, dan... Dan maar even aanpakken. Dus het ziet er heel anders uit nu. Dan? Nou, dit ding staat. Ja, ik ben hier nog niet geweest met die vriezer. Ja? Nee. Het is echt. Ja, hier komt het magazijn aan. Hier komen twee deuren. Dit ook, hè? Dit wordt allemaal een hele mooie wand. Hè? En dan komt geïsoleerd plafond in. En dan komt een nieuwe vloer hier. Dus dat, dat wordt echt super netjes. Ja, ik heb heel veel vertrouwen in. Dat is het goed, hè? Ja. Het is voor mij heel vreemd, want ik heb mij hier helemaal niet mee bemoeid. Met deze verbouwing en inrichting. Nee, ik heb alleen een paar facturen gezien. Verder, Normaal is het meestal dat ik de inrichting van de winkels en zo een beetje oppak. Ja. En deze heb jij helemaal zelf gedaan. Nee, dat is ook technisch, hè? Ja, en, ik ga hier toch niet zijn, dus nee. Dit is jouw ding. Oh, ja, misschien een mooi kantoorruimte bij jou. Ja. Ja. Hier liggen de klapdeuren, de deuren die daar komen. De full self-pushout deuren die je moet zien. Het zou altijd kunnen hoor. Stel dat wij verhuizen, we hebben daar dan eigenlijk geen kantoorruimte of dan moeten we slaapkamer van maken. Kan ik altijd de dagen dat jij hier ijs draait, dat ik hier ook 2 dagen ga zitten en dat ik de rest gewoon thuis op de kleine computer kan doen. Dat kan altijd hè. Ja, mooi. Dingen ontwerpen en zo, dat heb ik niet hier. Maar als je hier ochtends hebt staan en ik doe dat 2 dagen hier, dan kan dat ook. Dus altijd een oplossing voor. Het is een mooie ruimte hoor. Ja, de deur staat gewoon open. Hier komt het koffiezetapparaat van Roosendaal. We hebben Roosendaal het koffiezetapparaat gepakt, want die tenausa is heel groot en energievreten op hem. Bij de buren zijn ze ook aan het verbouwen. En dan zal ik de denk dat hier het koffiezetapparaat zetten. Want hier aan de andere kant van de muur zit een keurtje in, dus het water. Dus dan krijg je hier maar... Oh, ik zou hier best wel kantoor willen hoor, als dat zo uit zou komen. Dat vind ik helemaal geen probleem. Nee, dan krijg je daar een vergadertafel. Ja, en daar tegen de buren is een tafel voor mij. Ja. Ik ga zo koken en wat ik ga maken is een lekker broodje met
mozzarella, tomaten, pesto, knoflook en olijfolie. Ja, dat heb ik gewoon nodig. Maar het wordt een lekker Italiaans broodje. En ik ga kip wraps maken, maar dan moet ik nog de kip, de kaas en de wraps voor halen zo meteen. Dus ja. En ik laat jullie zo meteen nog wat eindresultaat zien. Kijk, hier is de eerste van het Italiaanse broodje. De tweede zit nog in de oven. Kijk, moet nog 4 minuten. En ik heb al stiekem een stukje geproefd en het is overheerlijk. Dus ja, het is wel een beetje een rotzooi, maar dat komt allemaal goed. Nou, Guusje heeft lekker gekookt. Hier is de kip. Ja, we hebben eigenlijk allemaal een wrap gepakt, want we hadden zoveel trek. Dus we hebben een beetje vergeten te filmen, maar dit is de kip met paprika en ui, lekker guacamole, de broodjes, crème fraîche. Ik hou niet van guacamole. Dan hoef je ook niet erop te doen. Nou, heel goed gemaakt hoor. Ja, Guusje, dat heb je goed gedaan. En ik heb heel veel. Je mag nog wel een fruitje dan. Ik neem het fruitje uit. Weet je wat ik voor fruit ga uit? Banaan. Nee. Oh. Ik ga een kiwi met geel eten. Kan ik mooi vragen? Ja. Ik ga een kiwi met geel eten. Oh, dat kan wel met geel. En op het schakentoor. Nou, gaat daar de deur dan open? Nee, ik ga niet. Nee, ik heb weer sleutel bij. Hallo, Louis. Louis. Hoi. Weet je wat ik was blij met, hè? Weet je wat ik is altijd blij om te zien. Ja, die had ik ook gedaan. Ik heb wel een banaan. Ze wel een banaan? Nou, pak maar. Dat weet ik al waar je neemt. Oh. Oh? Nee, jij wil een kiwi met chill. Ga eens kijken wie eraan komt. Ga eens kijken. Wie is dat? Wat zegt die Merel nou? Ja, die twee meisjes komen terug van de hockeytraining. Hey. Oh, met fietsen? Nee, ik moest een rondje om de atletiek bij. Hoe kan je dan vallen dan? Hoe kan je dan vallen? Ja, over mijn veter. Oh, jij moet je veter strikken, hè? Ja, hier. Kusje erop. Was koken goed gegaan? Beetje. Eline heeft er wel geholpen. Ja, ik zag uitgeholde broodjes. Uitgeholde? Uitgeholde broodjes. Ja. No? Heb ik mozzarella in gedaan. Heb ik daar tomaten op gedaan. Dan olijf... Nee, olijfolie. Louis. Had je gezien op TikTok? Ja. Dan had ik er... Dan moest er eigenlijk ham op, maar ik lust geen ham, nee, dus dat heb ik niet op gedaan. Niet, en toen had ik weer mozzarella en weer olijfolie. En dan had je een broodje Italia. Hallo Floor. Hoe was ze blij erop? Het was wel leuk hoor. Was een saai. Het was wel leuk hoor. Hebben was wij planeet op hem? Nee. Oh ja, ik heb een knuffeltje voor Louis gehaald. Want... Oh, dat voor jullie. Nee, want we wel. Je kon daar niet maar pinnen, dus ik heb eigenlijk bijna niks op. Alleen even. Nou, je had er wat geld meegegeven. Ik had geld meegegeven, ja. Maar dan kan je toch wel aan iemand geven en dan diegene laten pinnen. Maar waarom had je dat? Ga je mango snijden? Nee. Ja, en je moet gaan werken om die pinpas aan te vullen, hè? Ja. Oh, dit helpt. Ja. Kijk, ik heb deze gehad. Ijspakje. Het was wel een beetje, het was 7,50, maar ik vond het wel schattig. Ja, daar heb je ook een goed doel mee, hè? Ja. Met die, ja. Dus. Er waren ook nog dingen van 12 euro, maar dat vond ik wel te duur. Ja. Ik ga dat plassen! Ja. Doei! Hier is die. Nou ja, dit was een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.